In Oudehoorn wordt hard gewerkt aan Parsifal, een woonplek voor jongeren met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Wat is Parsifal? Parsifal is op dit moment nog een dagbesteding voor jongeren met een meervoudig complexe handicap. En straks wordt dat Parsifal wonen, of eigenlijk is dat vanaf 1 januari al zo. En dan wordt het één geheel, dus de jongeren komen hier allemaal wonen en werken. Er staat een hoop op de planning de komende tijd. Wat gaat er gebeuren? Ja, nou, we hebben nu dus, wat ik al zei, alleen nog maar de dagbesteding. En er wordt aan ons huis wordt een gebouw eigenlijk gebouwd met 8 appartementen voor jongeren met een zeer zware complexe handicap. En een woonruimte eigenlijk, dus een gezamenlijke woonruimte. En wanneer komen zij hier terecht? Ja, nou, wij hopen dat we half juni met de bouw kunnen gaan beginnen. En dat het dan vanaf 1 november, dat we eerst de bewoners kunnen gaan ontvangen. Is deze locatie een vervanging voor andere plekken waar ze niet terug kunnen? Ja, in ieder geval voor onze zoon. Die kan nergens anders terecht omdat hij ademstilstanden heeft. En nou weet ik ook wel dat in Nederland de zorgplicht bestaat. Maar dan heb je helemaal geen inspraak meer in waar iemand dan terecht komt. Dus dan komt hij bij oudere mensen terecht die eigenlijk in de allerlaatste fase zijn van hun leven. Nou, dat wil je niet voor een knul van 20. En zo hebben we er nog 2 in de groep die ook nergens anders terecht kunnen gezien hun problematiek. Die is dan zo complex en intensief dat ze 24 uur zorg nodig hebben. En daar moet je gespecialiseerd personeel op zetten. En dat is gewoon een hele dure vorm van zorg. En als je dat aan iemand in zijn eentje moet geven, is dat niet te betalen. Kun je daar een paar andere jongeren, dat ze gewoon met elkaar een woongemeenschap vormen, dan is dat wel te doen. Hoe gaat hun woonruimte eruit zien? Zij krijgen een eigen zit-slaapkamer van 25 vierkante meter. Met een eigen douche en een eigen toilet. En verder doen ze de dingen allemaal gezamenlijk. Jullie wonen op een prachtig land. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om hier het Parsifal neer te zetten? Nou, wij wonen hier al vanaf dat Joran een hele jonge baby is. Hij is hier opgegroeid en we hebben eigenlijk altijd zoiets gehad van dit is zo groot. Dat moet je kunnen delen. En toen wij erachter kwamen dat Joran eigenlijk nergens anders kon gaan wonen, toen hebben we uiteindelijk besloten in 2010 om voor het wonen te kiezen en daar dan ook helemaal voor te gaan. Dus straks wordt dit echt gewoon helemaal van de jongeren en de mensen die voor hun zorgen. Het duurt nog wel eventjes voordat het allemaal gaat beginnen. Waar kijkt het meest naar uit? De dag dat we de eerste bewoner kunnen gaan ontvangen. Ja.